de omgeving van de televisiestudio's in Hilversum. De verkeerspolitie bij aanhangers van de Amicale, een vereniging voor Marokkanen in West-Europa die de regering van Marokko steunt. Die Amicale gaat demonstreren tegen de radio- en televisieprogramma's die de NOS voor de Marokkaanse werknemers maakt. In de kerk in Amsterdam komen illegale en anti-amicale gezinden bijeen. Er wordt snel overlegd over het organiseren van een tegendemonstratie. In Hilversum vertelt de Amicale waar het om gaat. U spreekt in het Marokkaans. Hij wil u te woord staan in het Nederlands. Ja, maar ik wil graag dat hij in Marokkaans zegt. Nee, niet in Marokkaans dialect. Ja? Marokkaans dialect. Voorzet, sympathie. Ik wil dat ja, maar ik zal het in het Frans en u antwoordt in het Marokkaans. Ik zal het niet begrijpen. Kan goed. Nou, luister eens. Ja. Ik wil graag dat u dit aanvraag die we ons stellen met Nederlandse taal. Dat kan iedereen wel te begrijpen, zelfs de Nederlandse volk. Akkoord. Bent u sympathisant van de Amicale? Ik ben als immigrant in Nederland. Als werknemer dus. En ik ben wel als sympathisant voor de Amicale. Waarom? In dit geval, het gaat om bepaalde rechten. Zoals bijvoorbeeld verkeerde programma's in de tv. Wat is er verkeerd aan die programma's? Wij eisen. Mag ik even aanpakken? En mag ik even? Nou, stelt u de vraag maar. Gaat u gaan? Nee, ik wil niet van u antwoorden. Nou. Ik wil van meneer antwoorden. Wij dus demonstreren tegen bepaalde programma's, zoals die een paar weken geleden, die is gepresenteerd op de tv. Zaterdagmiddag 3:00, autobussen met anti-amicale mensen op weg naar Hilversum. De anti-amicale demonstranten sluiten zich aan achter de rijen demonstranten die door de Amicale zijn opgetrommeld. Tegenstellingen die thuis in Marokko niet op straat tot uiting kunnen komen, worden van dit moment af langzaamaan zichtbaar. Anti-amicale tegenover amicale. In West-Europa geëmancipeerde Marokkaanse arbeiders tegenover de behoudzucht van het thuisland. Televisie- en radiozendtijd als aanleiding om de tegenstellingen op straat uit te vechten. Handgemeen, waarom? 40 minuten radio en 5 minuten televisie per week. Informatie, maar met welke inhoud? De waarheid van koning Hassan of bewustmaking van de maatschappelijke positie van de arbeider in West-Europa? De achter de hand gehouden oproerpolitie besluit tot ingrijpen. Thank you.
Hij heeft het niet gedaan! 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 Hij heeft het niet gedaan!